Dag Suus, dag Faya, dag Björn. Jullie zijn van de theaterschool. Nou, in die zin, Björn, jij bent van de theaterschool Dalsen. En Faya en Suus, jullie zijn oud-leerlingen. Klopt dat? Ja. Ja. Hé, en Suus, nou ben jij helemaal niet verkleed, maar Faya wel. Faya, wat staat er gebeuren vanavond? We hebben straks onze eindmusical met school. Dus. En dat is de Heilig Hartschool in Lemelenveld, hè? Ja. Hey, en ben je zenuwachtig? Ben je nerveus? Nou, valt eigenlijk wel mee heel erg. Dus, ja. Hey, en welke rol speel jij? Ik speel Bibber. Bibber, vertel. Bibber is iemand van het animatieteam. En op een gegeven moment komen er twee vikingen. En ja, die komen de boel plunderen en daar ben ik bang voor. En dan ja, gebeurt er van alles op de camping. Ja. Het speelt zich dus af op de camping? Ja. Nou zit jij helemaal in je rol al. Je bent al, volgens mij ben je in je hoofd al een beetje bezig met het stuk. Ja, hè? Dat dacht ik wel. Hey, wat heb jij allemaal geleerd bij de theaterschool in Dalsen? Nou, ik heb geleerd dat het niet eng is om voor een groot publiek te staan. Niet heel snel te praten, hard te praten. Heel veel eigenlijk. Dus heb je heel veel geleerd om jezelf een beetje neer te zetten als mens? Ja, dat heel erg. Wat denk je? Ga je hier later ook nog iets aan hebben? Bijvoorbeeld in je werk of tijdens studie of wat dan ook? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik wil volgend jaar later wil ik politie worden. Dus dat is eigenlijk iets heel anders. Maar het zou me wel leuk lijken om nog iets met theater te gaan doen. Ja. Maar alles wat jij in theater hebt geleerd, hè, om jezelf neer te zetten, zeg maar. Ik denk dat je dat ook wel kunt gebruiken in je werk als politievrouw. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik zie best dat je een beetje nerveus bent voor de voorstelling, denk ik. Niet voor de microfoon, dat zie ik wel. Hey Suus, nou zit jij vol bewondering te kijken naar Faya. En jij zit een paar klassen lager, hè? Ja. Hoe vind jij dat Faya nou van school afgaat? Want dat is bijna zover, hè? Ja, nou, ja. Ja, hoe moet je nou zeggen? Ja. Ik vind het wel jammer eigenlijk, ja. Want het is, ja. Ik ook. Hey, en Suus, wat heb jij allemaal geleerd bij de theaterschool? Nou ja, heel veel hetzelfde als Faya. Maar ook dat ik niet heel erg bang hoef te zijn als ik op een podium sta. Want eerst dacht ik, als ik eraan dacht, dan dacht ik al van, nee, dat durf ik echt niet. Maar nu heb ik dat wel minder. Dus je hebt ook een beetje meer zelfvertrouwen gekregen? Ja. Goed. Hey Björn, de theaterschool Dalsen. Ik heb geen idee hoe lang het al bestaat. Volgens mij al enige tijd. Daarnaast heb je SAP. Dat is weer een hele andere tak, hè, van sport. Theaterschool, hoe lang bestaat die? Ik denk, onze allereerste voorstelling, dat zou zijn in 98, 99, nog in het oude theater van Buitenplaats Scherner. Ja. Dus, bestaat al een tijdje. Ja, daar is het begonnen. Tegenwoordig hebben jullie de luxe van een echt theater. Hè? Ja, het theater De Stoomfabriek in Dalsen, waar jullie heel veel doen. Waar jullie ook veel oefenen, hè, heb ik begrepen. Ja, ja, de ruimte gebruiken we niet alleen voor voorstellingen, maar ook om te repeteren. Nou, dat is een prachtige ruimte. Ja. En de theaterschool, hoe staat het daarmee? Kunnen mensen zich inschrijven? Kunnen kinderen zich inschrijven? Vanaf nu kan het weer. Ja. Wij hebben op vrijdag 21 september de eerste kennismakingsles. En dan kunnen mensen zich weer opgeven. Dan gaan we er weer een lekker jaar tegenaan. Wat ik wel even moet zeggen, zeker kinderen uit Dalfsen mogen komen. Want op dit moment is Lemelenveld echt hofleverancier, zeker de Heilige Hartschool. We hebben uit Dalfsen geen enkel kind afgelopen jaar. Alleen kinderen uit Ommen, Nieuwleuzen en Lemelenveld zijn gekomen. Dus nu de Dalfsen daar er nog bij en dan komt het helemaal goed. 21 september is er een proefles, zeg maar. Kennismakingsles. Hoe kunnen kinderen zich aanmelden? Hoe gaat het in zijn werk? Heel simpel, ga naar de site jeugdtheaterschooldalfsen.nl en daar staat alle informatie.